Goedemorgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. Standing by the Christmas tree. Het is inmiddels 9:30. Ik moet een beetje op gaan schieten, want een vriendinnetje komt zo gezellig op de thee. Maar ik moet ervoor nog even naar buiten met Niels. Ik moet even langs fietsen maken voor mijn fietslot. Even een kaartje halen voor een kindje dat geboren is. Gehakt halen. Dat soort dingetjes. Dus dat ga ik nu eerst doen met Niels. En komt vriendinnetje gezellig. Zo, vriendinnetje is net weg. En ik ben nu even de risotto aan het opwarmen. Restje nog van woensdag wat we lekker gaan eten. En dan ga ik even Gossip Girl kijken. En Niels die ligt op bed. Dus ik ga lekker eventjes zitten. Oh, korsven. Niels heeft nieuwe schoenen aan. Ja, loop maar. Komt u maar. Deze schoentjes van Zara. Dit is de maat groter. Gewoon leren, echt leren schoenen met gewoon goed profiel voor als het wat minder weer is. Want de afgelopen tijd had het natuurlijk flink gesneeuwd en hij heeft eigenlijk alleen maar gymbus. Dat vond ik een beetje beperkt. En we hadden nu twee maten genomen, maar de kleinste maat is, lijkt prima. Hij wisselt wel met zeggen welke lekker er zit. Maar goed, we hebben gevoeld en het lijkt dat hij bij allebei gewoon nog veel ruimte heeft. Dus. Nou, dan gaan we even naar buiten. We zijn lekker even aan het fietsen. We hebben net een kaartje op de bus gedaan. Inmiddels is zijn nieuwe schoen meteen aan. Ik ga even een ommetje maken. Hij is zelfs helemaal blij met zijn nieuwe fiets. Ja, hè? Gewoon veel meer zijn maat. Niels en Sven zijn even aan het koken. En de boodschappen worden zo bezorgd. Dit keer Albert Heijn. Normaal doen we natuurlijk altijd picknick. Even, ik zoek een doos. Normaal doen we altijd picknick, maar we hadden middenste korrels nodig. En die hebben ze alleen bij de Albert Heijn, alleen bij de bezorging. Oh, hier. Dus, daar zien we ook even van achteren. Dus vandaar dat we dat eventjes bij de Albert Heijn hebben besteld. Toch, ja, dan doe ik maar meteen alle boodschappen daar. Dus, maar ja, die hebben zo'n enorme van die tijdsvakken. Dus, maar goed, ik dacht, vijf zijn we toch thuis. Dus die komen zo. Ik ben een kerstkaartje aan het schrijven. Deze zijn van vorig jaar van mij, van Klein Geluk BV. Heb die ontworpen. En verder heb ik nog deze kaartjes. En die tekent Niels nu. Die zit mooi te kleuren. Kijk, hier is hij mooi aan het kleuren. Even mama. Ja. Oh. Nou, het is echt niet te geloven. Het is inmiddels 10:00. De boodschappen zouden tussen 4 en 9 bezorgd worden. Maar ik kreeg 's middags een appje dat het, of een sms'je dat het om 4:00 tussen 4 en half 5 zou gebeuren. Het is nu, om precies te zijn, 22:06 en ze bellen nu aan. We hebben echt iets van 5 of 6 sms'jes gekregen dat het later werd. En steeds werd het een half uurtje later. En op een gegeven moment was het door omstandigheden wordt het nog veel later. Toen hadden ze gezegd tussen 9 en half 10 geloof ik of zo. Nou, en het is dus nu. Het is echt ongelooflijk. Bij de Albert Heijn, we hebben ze normaal bij picknick. Alleen de kattenkorrels van middens hebben ze daar niet. Dus de korrels voor in de bak. Dus toen dachten we, bestellen weer eens bij de Albert Heijn. Maar dat gaan we denk ik niet zo snel weer doen. Dat is wel jammer. Maar goed, nu zijn ze er. Dus ik ga snel de boodschap pakken. Eerst de linkerkant, dan de rechterkant, dan de bovenkant en de onderkant. Goedemorgen. Het is zaterdag en Niels is tanden aan het poetsen. Normaal zit ik daar trouwens bij, maar ik dacht ik film even een stukje. Hij doet dat 's ochtends zelf met dat liedje. En dan 's avonds doe ik het. Shoopie doo wa, oh, shoopie doo wa.
Ik ga zo naar de kapper. Ik heb mijn haar wel gewassen vanmorgen. Omdat ik niet wist hoe laat ik bij de kapper terecht kon. En het was echt heel ranzig. Maar dit is het nu. En ik ga er gewoon even bij punten. En weer een beetje model erin. Dus ik ga nu de deur uit. En dan zie ik jullie zo. Ik ga meteen even mijn wenkbrauw doen, zoals je kunt zien. Het ziet er heel mooi uit. Mijn batterij is bijna leeg, maar ik wil nog even laten zien dat ik een heel mooi kerstcadeautje van Salon B heb gehad. Namelijk een satijnen kussensloop. Daar ben ik echt heel blij mee. Dat wil ik al heel lang. Ik ga hem openmaken. Ik weet niet hoe lang mijn batterij nog redt. Maar... Oeh! Kijk. Oh, laat zien. Heel mooi. Oh, hij focust even niet. Ja. Heel mooi satijnen sloopje. Dus daar ben ik heel blij mee. Nu ga ik snel de batterij opladen. Wachten. Hij zit even op de bus te wachten, hè, Niels. We gaan even naar de bus, want het regent heel veel. En Niels vindt de bus heel leuk. Dus we gaan met de bus. Voor een keertje. En dan gaan we naar kerstwinkel. Toch, Niels? Nou, we zijn in de kerstwinkel. Niels vond de bus geweldig. En nu lopen we hier. Kerstballen en nieuws. Dan hoop ik dat hij niet gereed. Niet de kerst dan. Het is ook wel mooi kerstballen, dat groene. Maar wij hebben alles weer van zilver. Ja. Het zit voor mensen die Utrecht kennen in het oude Senaapand. Kijk, een enorm kerstballen naar beneden. Wat zeg je liever? Wat zeg je? Ja. Kijk, een klein egeltje. Kijk daar, een klein egeltje. Kom, we gaan even kijken wat ze nog meer hebben. Nou, als je iets voor kerst zoekt, dan is dit wel de plek, denk ik. Oh, kijk. Gordon gaat daarin, hoor. We zijn nu in de categorie opblaas. Eenheden gekomen. Nou, dat is natuurlijk wel een goede plek voor Niels. Ongelooflijk. Oh, Niels gaat er met het hele ding vandoor. Joy to the world, the Savior reigns, the band their songs employ. We gaan even een visje halen, ik moet er niet aan denken. Kibbeling, geloof ik. Nou, zoals jullie net hebben kunnen zien, waren wij eventjes... Ja, het was een beetje slecht weer, dus we wisten niet goed wat we gingen doen. En we dachten, ja, kunnen we weer het Nijntje Museum? Ik dacht, Monkey Town is misschien wel heel druk, juist omdat het regent. En we hadden nog gekeken bij het Spoorwegmuseum, vonden we ook niet echt. En dat vind ik dan ook een beetje een dierentuin, maar dat is niet echt lekker met regen. En het zou ook een beetje zonde zijn de helft van de dag. Dus we kwamen er niet helemaal uit. En toen had ik ineens van ook hoorde van een paar meiden van de zwangerschapsclub. Dat het leuk is met kindjes van Niels' leeftijd, zeg maar, om naar een enorme kerstwinkel in de stad. En om daarheen te gaan. Dus we dachten, nou, dat kunnen we ook doen. Niels vindt het heel leuk om met alles wat de bussen en dat soort dingen te rijden. Dus we dachten, gaan we een keer met de bus, want dat doen we nooit. Hij is één keer in zijn leven in de bus geweest, was hij nog baby. Had dus een vlekje op. Dus, nou, dat hebben we gedaan. Ik ben nog een beetje rood van buiten. En nou, dat was leuk. Ja, voor ons niet zoveel aan. Niels vond prachtig. Niels vond vooral het koor fantastisch. Hij wilde daar niet meer weg. Dus hij zei, kom, gaan we naar de ijsberen kijken. Nee, hier blijven. Oké. Okay. Kom Niels, we gaan naar buiten. Nee, hier blijven. Oké. Okay. Nou, daarna hebben we kibbeling gegeten. Toen wilden we nog even wat gaan drinken. Maar... het tentje waar we kwamen, die zei, nee, we nemen nu alleen gewoon mensen voor eten. En toch, nou weet je, dan gaan we gewoon lekker met de bus naar huis. Het is nu 6:10. Zo prima. Dus we zijn nu net thuis.
En ik wil nog even iets met jullie delen. Voor wie mijn filmpje woensdag niet heeft gezien. Nou, sowieso natuurlijk superleuk als je die nog even gaat terugkijken van afgelopen woensdag. En het is trouwens nu, zag ik in de planning, dat ik dit film met het oudejaarsdag is. Hallo, welkom op de laatste dag van 2017. Nou, 2017 gaat weer de boeken in als een heel bijzonder jaar voor ons. En ik zal even laten zien waarom. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. Maar ik heb weer een kleintje in mijn buik. Ja, het zit nu een beetje verstopt onder de jurk. Maar nou, in het filmpje laat ik je sowieso de buik zien. Maar hoe leuk is dat? Dat wil ik heel graag nog eventjes met jullie delen. Want dat is natuurlijk super bijzonder. En ik was net aan het rekenen van in welke vlog komt het dan, zeg maar. Want met kerst gaan we onze familie vertellen. En het leek me wel heel leuk als die het dan nog niet in een vlog hebben gezien. Dus ik dacht, dan moet ik uitrekenen welke vlog pas na kerst online komt. En dat is deze. Als het goed is. Dus ja, dus de familie weet het nu ook. En zwanger. Dit dus. Mijn buik is al best wel groot, zoals je kunt zien. Ik weet niet waarom. Ik ben nog niet zo heel ver. Als jullie dit zien, ben ik zo'n 13, 14 weken zoiets. 14, 15, denk ik, als jullie dit zien. Maar ik ben dus nu nog minder ver, kan je nagaan. Maar ja, het grip ging al heel snel. En dat komt denk ik enerzijds omdat ik heel erg behoefte heb aan zuivel nu. Waar ik eigenlijk niet tegen kan. Dus ik zet meer op. Wat ik altijd al doe, maar dus nu nog extra. En vorige keer zag ik mij ook al heel snel. En nu is het natuurlijk de tweede. Dus dan valt het sowieso. Gaat het al sneller. Ik ga even een beetje comfortabel bij zitten. En ja, ik weet het niet. Ik denk dat je het gewoon... Het was echt heel ingewikkeld om dit geheim te houden. En ook sowieso... voordat ik dus aan de familie... We wisten natuurlijk al wel voor kerst waar we dachten. En zeg maar mijn broertje weet en Sven's broertje en Sven's ouders en mijn ouders, uiteraard. Maar we dachten, vind het wel leuk als de familie allemaal bij elkaar is om het dan te vertellen. Maar dan is het wel, zeg maar... Dit moeten we nog best wel eventjes volhouden, zeg maar. En ik kan het echt nog heel lastig verbergen. Nou, en nu heb ik dus niet echt iedereen waar je het super in verbergt. Ik loop meestal, zoals je misschien de afgelopen tijd of niet, ook echt in gebaden. Wij verwachten weer een kindje in de zomer. Dus dat is super leuk. En nu het toch de laatste dag van het jaar is voor jullie, nog niet voor mij, is het misschien wel leuk om even wat te laten zien. Want... zoals jullie weten maak ik elk jaar een moodboard. En op dit moodboard staat een foto van een vrouw met een kindje, zeg maar. Maar er staat ook deze foto op. En dat is, als je goed kijkt, een gezinnetje met niet één, maar twee kinderen. Dus hoopte ik wel voor dit jaar. En dat is dus gebeurd. En dat vind ik super bijzonder, want ik had op het moodboard van het jaar dat Niels geboren werd, had ik er in het geheim een zwangere vrouw op verstopt. En dat zag je niet als je het niet wist, maar ik had die er dus ingedaan, want ja, weet je, als iemand dit ziet. En deze valt ook niet super op, maar deze valt meer op dan die andere. Die andere was meer, dan zag je een zwangere vrouw, maar die maakte een hartje of zo, ik weet niet meer precies. Maar dus het ja, kom maar aan, lieverd. Dus het viel wat minder op. Maar ja, hij stond dus weer op mijn moodboard. En ik geloof ook wel in, als je maar dat moodboard af en toe ziet, dat dat toch een soort van vibe is. En dat maak ik elk jaar. Goed, dus dat voor het leuke nieuws van de dag. Niels, die noemde het eerste keer dat hij het echofilmpje zag, noemde hij het een krokodil. Maar inmiddels heeft hij het steeds over dat het een baby is en dat de baby in mama's buik zit. En dan gaat hij mijn shirt omhoog doen. Dus ik geloof dat ik er even heen moet. Hij is wel met... Sven, maar ik moet er eventjes naartoe. Maar ja, ik wilde dit nieuws natuurlijk niet onthouden. En dan begrijp je ook waarom ik de afgelopen tijd niet zoveel heb gevlogd. Ik was ongelooflijk moe. Ik kom er zo aan, moppie. Ongelooflijk moe en geen energie. Je hoort ook, ik ben heel kort ademig. Dat komt omdat ik andere medicijnen heb dan normaal voor mijn astma. En je hoort me ook in alle vlogs, hoor je me hijgen. Nou, dan begrijp je waarom dat is. Dus dan weet je dat. Nou, ik ga nu even snel naar Niels toe. Maar ik wil dat jullie toch even vertellen. We eten vandaag broodje shawarma. Dat eten wij nooit, maar vandaag wel. We hebben een nieuw spel. Dat is een soort
bedmobiel vliegtuig. En dan ga je dan, doe je dan een kogel in. En dan schiet hij naar ons. En dan moeten wij hem vangen. En dat gaat toch maar zo. Nu moet ik er natuurlijk weer mee doen. Moment. Ik heb net de al onbekende Netflix cheesy film zitten kijken. Heerlijk. De Christmas Prince, geloof ik dat die heette. En ik wilde nog een heel leuk stukje filmen net met Niels dansend. Maar toen bleek mijn batterij leeg. Dus dat is niet helemaal opgekomen. En verder hebben we gewoon lekker op de bank gezeten. En ben ik heel moe. Het is wel makkelijk dat ik het eindelijk ook kan vertellen. Waarom ik ook onder de pukkels zit. En ook heel erg jeuk op mijn benen. Maar voor alle festiviteiten rondom de zwangerschap neem ik dus filmpjes op. Eigenlijk net als bij de zwangerschap van Niels. Dus ik vertel ook wat er anders is en hetzelfde. Hoe ik me voel. Ik doe het ongeveer om de week. Dus dan weet je dat een beetje. En de eerste is woensdag online gekomen. En er komen nu een aantal komen er vrij snel achter elkaar. Zodat ik op een gegeven moment weer een beetje gelijk zit met mijn zwangerschap. Want ja, ik heb het natuurlijk pas online gezet. Toen we zeker wisten dat alles oké was en zo. Ja, dat is het eigenlijk. Morgenochtend gaan we iets heel leuks doen. We gaan naar de bioscoop. Daar hebben we een ontbijtje en film. Van Frozen. Iets van Olaf's Frozen avontuur of zoiets, weet ik veel. Is een korte film, ik geloof 21 minuten. Dus dat moeten we kunnen handelen met Niels. Leek ons wel leuk om te doen. Dus dat gaan we morgenochtend doen. En verder hebben we nog iets van plannen, geloof ik. We moeten gewoon even van alles gaan bedenken. Maar ik hoop dat jullie in ieder geval vandaag. Dat jullie het nieuws van vandaag leuk vonden. Dat jullie daarom een beetje begrijpen waarom de laatste tijd misschien wat minder spectaculair was. En ik neem jullie morgen natuurlijk gewoon weer mee. Dus see you tomorrow. We zijn onderweg naar de bios. Maar het is echt. Ik weet niet of je het kunt zien. Maar het is echt spiegeltje glad. En ik heb geen baan. Dus ik heb nul profiel. Ik ga even concentreren op het lopen, maar we zijn onderweg. We hebben croissantjes. Niels heeft Olaf mee, die is al lekker aan het dansen. En ja, ergens heen. Ja. En we hebben iets te veel thee, want Sven dacht dat ik tegenaan, ik had dat Sven tegenaan. En we hebben Fiederans. Dus we gaan lekker, we gaan lekker eten. Het was iets gladder dan ingecalculeerd. Ik had het maar haar gekruld, maar omdat het zo koud is, zakt het er meteen weer uit. Eten. Zie je? Eten, ja. Dus gaan we lekker eten. Mag ook eten? Ja. Nou, Niels zit al helemaal klaar voor op zijn stoel verhogen met Olaf. Nou, dat is het scherm. We staan dus nu 1 jaar. En we zijn maar allebei aan één kant van hem gaan zitten. We zijn maar allebei aan één kant gaan zitten van hem. Maar we voelen nu een enorme afstand, want het zijn best wel grote stoelen. Maar ik vond het wel gezellig om allebei naast hem te zitten. Niels is even aan het schaatsen. Het is echt spekglad. Of soms dus even stukken. Zo. Wij zijn weer terug van de film. En het was heel leuk. Niels vond het ook heel leuk. Niels, vond je het veel leuk? Ja. Ja. Ik moet op de ding. En we zijn weer teruggeschuifeld. En nu gaan we hier weer opruimen. Voor de 600ste keer. Ik vergeet helemaal te filmen. Mijn beste vriendinnetje was hier net met haar zoontje. En ik weet niet. Sorry voor de herrie. En die zijn net weer weg. Het is nu helemaal chaos. En wij moeten nog even naar de supermarkt. Dus dat gaan we nog even doen. En het is inmiddels ook alweer 4:10. Ik vergeet echt volledig te vloggen. Sorry voor mij niet zo scherp. En we gaan naar de supermarkt. Goed hoor, Niels. Lekker op de berg. Lekker op de berg.
gaan we even ontfermen over deze berg wasgoed. Opvouwen. Ik ben best wel moe. Het is nu... Hoe laat is het, lief? 6:50. Ik kan al naar bed. Hier is die stuk benen. Met de rotzooi maken. Oh ja, dat is schattig. Goedemorgen, het is maandag. Sorry voor de sfeervol geluiden. Ik, volgens mij ben ik helemaal vergeten afsluiten. Ik heb ook helemaal niet meer gevlogd. Het spijt me. Ik zit bijna tot 12, dan komt de energie terug. Maar ik wil jullie toch weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het nieuws heel leuk vonden. En ik ga je dus helemaal meenemen weer deze zwangerschap. En ja, ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Misschien dat er woensdag ook wel een extra video komt. Volgens mij wel. En alvast een fantastisch oud en nieuw. En een prachtig 2018.